verwacht met taakaarten minder schade in het gewas te spuiten. Omdat je toch altijd de dosering zo moet kiezen dat het gemiddeld goed is in het perceel. Maar met het grote voordeel van taakaarten is dat je de bodemeigenschap bij de middelen kan matchen. En daardoor minder schade in het gewas hebt met toch een goede werking op de onkruiden. Dit jaar heb ik qua taakaarten alleen gebruik gemaakt van bodemscans in de percelen waar ik ui had staan. Deze heb ik gebruikt via Dacom om een bodemherbicidekaart te maken. Dat heb ik thuis op de computer zelf kunnen doen zonder hulp van anderen. En doorgeschoten via de cloud naar de spuitmachine. En dat is prima gegaan. De bedoeling is om dit jaar met taakaarten in de bijbemesting van de tarwe te gaan werken. En ik hoop ook in de aardappels daar nog wat mee te kunnen. En later in het seizoen wil ik variabele loofdoding toe gaan passen in de aardappels. En we gaan nu de komende tijd nog aan de gang met dronebeelden om aardappelopslag in de uien te detecteren. En dan alleen daar te spuiten waar aardappelopslag staat. Dat kan met dit systeem omdat die pad op aan te sturen is.